Ik had er wel over nagedacht, weet je. Ik in de muziekbusiness te gaan. Maar ja, het is heel moeilijk om daar vast werk in te vinden. Dus je moet er wel wat naast hebben. Ik werk dus 4 dagen, zeg maar. Van 8 tot 4. Dus ga ik op de fiets naartoe. Ik heb mijn e-mail, mijn boekings-e-mail, heb ik op de telefoon staan. Dus ik krijg altijd wel wat binnen. Ik kijk altijd alles zelf na. Dus, eigenlijk agentje begonnen, vroeger de schuur. Ja, een beetje voor de lol gaan zingen. Nou ja, toen mijn voormalig manager, hij heeft heel veel dingen ook van mij geregeld. Ook toen mijn popstar, heeft hij mij toen ingeschreven. Geef ze geintje weer wel. Met de nodige drank, je weet hoe dat gaat. Ik kom mijn eigen nummer doen. Ik ga mijn eigen geschreven nummer. Hoe heet het nummer? 1, 2, doe maar mee. 2, doe maar mee. 3, 4, Johnny hier. 5, 6, vleugelflat. 7, 8, 5, 9. Jeroen, ik mag feliciteren. Dit is echt met stip de allerbelabberdste auditie ooit. Ja. Ik wil wel verder in muziek. Dat wil ik wel. Dat is wel mijn doel. Hi mam, alles goed? Ja, wat eet jij morgen? Op jouw herfst-winterstijl. Ik eet morgen bij jou, hè? Zondag nog op aboutyou.nl. Ja, gaan we shawarma eten. Weet je wat lekker is? Wegrijden met een dealer in een nieuwe auto. Van om 3 uur wel ongeveer bij jou. Wegrijden in een auto die op gloednieuw blijft. Ja, ik heb vandaag wel gewerkt. Jij straks in een nieuwe Volkswagen Up. Ik was ja maandag nog ziek, dus dan zorgen wij dat je opnieuw blijft. Ik heb wel weggewerkt. Al het onderhoud is inclusief. En ook de verzekering is helemaal geregeld. Oké, doei doei. Tot morgen. In 3 weken rij je al een Up van €199 per maand. Ik ben gewoon een mens met een beperking en ik ben ooit een keer bedreigd door iemand nog een anderhalf jaar geleden. Die jongen die ken ik wel een beetje langer, maar die jongen, ja, volgens de politie is hij gewoon gestort. Mijn moeder zegt dan moet je heel van boven staan, weet je. En als er echt nood aan een man is, dan ja, dan spreekt mijn moeder ook wel in. De muziekwereld is zo groot en mensen zijn heel erg jaloers onderling. Dus ja, je weet, jaloezie is groot. Proost. Proost. Een gezellige avond. Verdomme. Ah, die zijn nog aardig recht, man. Ja, dat weet ik. We gaan gewoon lekker naar Kortrus. Ah, prima, joh. Dus gaan we daar de moers in bovenstellen zetten. Nou, komt wel goed. En de leeuw en schrijf plaats van de Ja, ik weet niet wat zo komt hier. Groot gevaar. Groot gevaar, hè? Ja. Ah. Ik denk dat de auto niet zo groot was dan mensen. Nee. Oh, vol wel mee. Ik ga nog even een biertje halen. Moet je ook nog? Ja, doe maar. Oh. Nee. Hoop ik dat niet val. Ik heb ook wel optredens gehad waar ik liever dan niet wil komen, zeg maar. Ja, maar ja, die mensen heb je dan ook. Maar dat wist ik in het begin ook niet. Nou, ik ben toen. Ik wist nooit wat een swingerspaartje was. Dat wist ik nooit. Tot ik op een gegeven moment op zo'n feest kwam. Dus ja, dan denk je: oké, waar ben ik nou weer beland? Hij maakt een beetje groen. Hij wijkt een schatting, ja? Jo, dank je. Doei doei. Duitsland vind ik nog wel leuk om te doen. Kijken wat hun te bieden hebben. De overlaat, hier heb ik al die jaren op gewacht. Jij lacht met mij.
een leuk buurtfeestje, een leuke bruiloft. Weet je, ik stel mij op, ben heel erg neutraal. Maar het is wel heel verschillend. Ik heb wel veel vaste klanten waar ik kom. Dus dat heb ik wel. Dus dat is, ik kom vaak in Glanenbrug. Lassen kom ik veel. En zo heb ik een aantal goede klanten zitten. Eigen factuurtjes, die maak ik dan. Dan maak ik s'avonds, dan gaat het aan de klant. Graag retour met de handtekening. Mensen moeten altijd netjes tekenen. Anders kom ik niet, zeg ik altijd. En als mensen om lachen, ja, laat ze mooi doen, maar ik word dan wel netjes voor doorbetaald. Zeg ik altijd. Polonaises zijn hem niet onbekend. Met zijn Nederlandstalige hits zet hij elke zaal op zijn kop. Dames en heren, hier is speciaal voor u de feestzanger van het Oosten. Hij staat er helemaal klaar voor, bruisend van energie. Is hier voor u Johnny Stardust. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Ik zeg altijd, ik kom van goud. Ik zeg, wie is er nou nog weg? S'avonds laat je mij alleen. Heb nou niemand om me heen. Rook de laatste sigaret, dan ga ik alleen naar bed.